En dan nu? Hallo kijkers. 500 jaar geleden moest Marieke van Nimwegen, die eigenlijk in Graven woonde bij haar oom die pastoor was, boodschappen doen. Kaas, kruiden en kaarsen stonden onder andere op haar boodschappenlijstje. Ze besloot om er een vrolijk dagje funshoppen in het gezellige Nijmegen van te maken. Maar ze treuzelde een beetje te veel en omdat het openbaar vervoer toen nog slechter was als nu, kon ze lopend niet meer voor het donker thuis zijn. Bij haar tante mocht ze niet blijven slapen. Marieke was bang in het donker en ze ging met de eerste de beste man mee naar huis die ze tegenkwam. En dat was de duivel zelf. Die nam haar mee naar Den Bosch en Antwerpen en ze deden alles wat God verboden had. En na 7 jaar kreeg ze toch wel een beetje heimwee en ging weer eens naar Nijmegen. Daar trad op dat moment een straattheatergroep op die een stuk speelde over dat alles goed kon komen als je maar berouw hebt. Marieke kwam tot inkeer, dacht, o jeetje, wat heb ik toch gezondigd, en besloot om haar verkering met de duivel te verbreken. Die flipte uit, trok haar aan haar haren omhoog de lucht in en liet haar vanaf een flinke hoogte weer los. Ze viel op de grote markt voor de voeten van haar oom, die ook toevallig in de stad was. Via Keulen en Rome kwam Marieke toen in Maastricht terecht en daar heeft ze nog 23 jaar gewoond. Ze is zeggen en schrijven 2 dagen in Nijmegen geweest. 2 cruciale dagen in haar leven, dat weer wel. Ze heeft al een standbeeld op de grote markt. Vanaf maandag is er ook de Marieke-route verkrijgbaar. Een stadswandeling langs de plekken waar Marieke 500 jaar geleden wellicht gewandeld heeft. Hij ligt in bibliotheek, Huis van de Geschiedenis en op andere openbare plekken in de stad. Veel plezier tijdens de wandeling, bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Archeologen hebben tegenwoordig 5 dagen de tijd om middeleeuwse restanten te onderzoeken voordat de kuil weer dicht gaat.